En zo ziet het eruit wanneer je een frituurpan blust met water. Het is zelfs zo gevaarlijk dat alleen de brandweer op deze manier mag trainen. Nee, je moet er goed over nadenken, want vetten en dat soort zaken zijn niet met water te blussen. Hier gaat het nog steeds vaak mis. Of bij etenstijd ook water bij het vet is gegooid, wordt nog onderzocht. Een vlam als deze wil je natuurlijk voorkomen, maar waaraan zie je dat het fout dreigt te gaan? Nou, punt 1 is het ook kijken in de pan. Ja, hoe is de vloeistof? Is je aan het borrelen? Is je aan het koken? Nou, op het moment dat frituurvet kookt, ja, dan is het al levensgevaarlijk en dan komen er ook dikkere, vettere dampen vanaf. Stel dat het frituurvet toch in brand vliegt, dan is dit de oplossing, het deksel op de pan. Zo komt er zo min mogelijk zuurstof bij. En stel nou dat het vuur al zich zo heeft verspreid dat het eigenlijk te laat is om die deksel erop te doen. Wat dan? Nou, maar wat ik dan zou zeggen is verlaat het gebouw. Sportschoenen aanmaken dat je weg bent. Laat de brandweer alarmeren 112. En zorg dat je alle mensen veilig buiten hebt op een goede afstand.